Goedenavond, Jongno. Wij gaan zo weer beginnen. Simulation. Met Richard de Hollander, Ben de Bouwer en Jonno Kappa. Zo, even die echo eruit hoor. Zo, een beetje boommuziek te be. Zo, even inloggen. Nou, ik zeg het ook al tegen jullie dan, Jonno en Richard. Ik ben buiten. Ja. Ik ga even tv kijken. Ik bloed heet hier in huis. Ik zag het al. Ik denk, heeft hij dat mooie t-shirt uitgedaan? Ja, precies. Dus, nee, je hebt gelijk, man. Ik vind het wel even mooi geweest voor vandaag. Ik ben ook met nieuwe skins bezig voor die trailers. Dus, ja. Vandaar. Nee, is helemaal goed, man. Ik heb het even gehad voor vandaag. Dat bedoel ik. Oké, man. En anders kun je altijd nog lekker een streampje kijken. Ja, inderdaad. Nee, moet je maar kijken, joh. Dat maakt mij niet zoveel uit. Is goed. Hey, zie mekaar. Hoi. Yo. Hoi. Ben er in ieder geval morgenochtend, hoor. Dus. Oké. Pauwa kraakt ook, ja. Wie kraakt? Ik had het zien, hè. Erik. Oh. Dat zou je altijd zien, hè. Dat soort dingen gebeuren altijd. Ja. Wanneer het je niet uitkomt. Hey, ik heb een melding in de construction. Jonno is join the game. Hey, Jonno. Ik herzak hem even. Dat deed weer raar. Oh. Huh? Ik sta voor mijn wagenpark. We zien het, ja. Ja. Wat willen jullie bouwen, jongens? Nou ja, je ging toch voor die windmolen? Ja, hè. Ja, dat is wel eens leuk. Kijken, waarom doet hij dat? Gewoon niet? Eens even kijken of er nog opdracht is. Jobs. Special jobs staat hierbij. Ben is joining the game. Ah, dames en heren, er wordt even ingelogd. Vandaar dat u een zwart scherm heeft. Niet getreurd. Wordt op. Wordt aangewerkt. Heb je internet niet betaald, hoor, mensen? Heb je internet niet betaald? Wordt aangewerkt. Kijk, dan gooit hij zelf een plaatje erin. Ja. Gewoon niet in een zwart scherm zitten, King. Nee, maar ja, dat hoort erbij, hè, bij gamen. Ja. Ja. Nou, ik had Microsoft nog even gebeld vanmorgen. Ja. Op tip op Erik. Ja. En, oh, wacht even. Moet ik natuurlijk weer van alles eruit trekken, of niet? Oh, nee, hij doet het. Toen ging zij naar een of andere Flight Simulator forum. Ja. Flightsim.zendesk.com. Ja. Ze zegt, ja, er zijn er meerdere die er last van hebben. Ze zegt, ja, wat misschien wel werkt, is Flight Simulator opnieuw installeren. Toen dacht ik bij mij, ja, daar legt het niet aan. Ja. Ik zeg, die Xbox, die start die verder door. Ik zeg, want je ziet dat die aan het installeren is. Ik zeg, en dan blijft die stoppen op een foutmelding. Ja. Dus ze zegt, ja, nou ja, of wachten, of alles opnieuw installeren. Ik zeg, ja hoor, doei. Kijk, ik kom
Je komt van boven naar beneden gesprongen. Ja! Ik heet jullie welkom in de chat, maar dan zet ik weer neer. Hoi, welkom, manen. Manen? Foutje. Daar moet ik helemaal niet heen. Waar ben je nou? Hallo? Ja, ik moet even naar die constructie, want ik moet met die voorman praten. Maar ik weet niet waar die... Waar zit die voorman? Ja. Ik heb wel gedaan, Richard. Ja, rustig aan. Ik sta hier nog met Ben op het terrein. Oh, fijn. Hij staat met Ben op het terrein. Oh, wacht even. Even kijken. Staat die voorman hier? Nee. Nou, die sta je zelf, hè? Of, ik moet even naar de constructies uit, want ik moet even met die voorman gaan praten. En dan kan ik jullie aangeven wat er komen moet. Ja, dat begrijp ik. Maar als die voorman ergens stond, stond er toch zo'n tekstballonnetje bij? Ja, maar die staat op de constructie. Oh, daar staat. Moet je daar even naartoe vliegen? Hé, kerel, waar ben je? Je moet je even omdraaien. Hé, hey, weet je waar die komt? Nou? Is jou nou al aan het werk hier? Hallo, wil je niks uit je eigen gaan doen? Jongen, ik heb nog niet eens met die man gepraat. Voor hetzelfde geld moeten we hier helemaal niet aan de gang. Jij bent echt snel. Ja, maar is niet goed, hè? Goedemorgen. Nou, ik kan wel met die voorman praten, maar... Heb jij die man aan het werk gezet met die wals? Ik kwam hier vanzelf. Ik had niks in te brengen. Waarom? Komt er een beetje met een wals. Ik zeg, waarom? Is het een Engelse wals? Zet hij nee, een Russische wals? Nou, de opdracht is al. Ik druk op de F en er gebeurt niks, dus. Nee, hij is al geaccepteerd. Ja, moet je even kijken in. Wacht even hoor, want ik ken het. De wals is Jono aan het doen. Ja, nou dan kijk even bij stage 3. Drill in the market area. Drillen, moeten boren. Ga jij boren of moet ik dat weer doen? Nou, ga jij dat maar doen met die rare machine. Ja, dan moeten we een hijskraan er ook heen hebben. Die neem ik dan mee. Neem jij die grote en neem ik die boormachine. Ja, gaan we doen. Oké, dan gaan we weer even die ophalen. Ja, een grote kraan, waar staat die? Daar in de hoek. Oh, dan sta ik weer door natuurlijk. Ik heb wel een draaicirkel van niks. Ja. Maar in vervolg niets uit eigen doen, hè? Alles in overleg. We noemen jou snelle Jono. Man, ik ben nog amper met die voorman. Hij had druk aan het walsen daar, ook. Ja, ik denk dat het de feestavond is. Of heb je maar een half uurtje de tijd? Ja, dat kan ook. Hey, ik ben er ook al hoor, met mijn machine. Ken ik al boren? Nee, nog niet. Oh. Nee, ik wacht wel even. Even kijken of alles nog werkt. Ja hoor, hij doet het. Nou, daar ben ik er ook al hoor. Als het zo gaat, dan... Kom maar... Kan ik het trein op? Of moet ik er buiten blijven? Ik denk dat jij... Nee, je kan. Dan zet jij hem aan de rechterkant af voor dat hek neer. Want ik ga straks in dat vlak wat nu gewalst wordt. Ja. Daar gaan we straks weer boren. Hij komt nou eens die andere molen, zie je dat? Ja. Mooi, hè? Wordt een heel windmolenpark hier langs die weg. Daar heb je wel kans van, ja. Komt Ben ook aan. Hoppatoor. Ja, ik zet hem hier wel neer. Ja, dan... want bij die... waar hadden we vorige keer die pijpen ook alweer vandaan? Was dat niet bij de... Staalfabriek, hè? Staalfabriek, hè? Ja. Ja, dan moeten we ook weer trekker en oplegger hebben. Maar wacht, joh. Ja, maar dat is Jono zijn ding. Hij is zo snel. Clear the construction. De rollen moet eraf. Ja. En dan? Nou, maar eerst die rollen moet eraf. Oh ja, die gaat misschien ook wel. Nee, jij niet. Ik ook niet. Oh. Kijk, nu moet de hijskraan komen. Ja, kijk. Place een drilling pipe. Ja. Ja, ik kom eraan. Wat gaat hij nou weer doen? Ik ga wel hier... Dan moet jij eerst in je haak hangen en dan ga ik volgens mij boren. Ja, maar er moet toch ook materiaal gehaald worden? Nee, die pijp. Die hijskraan zelf met die boor eraan. Die pakt die buis zelf op. Oké. Oh, wij deden dat altijd samen. Eén in de kraan en de ander. Ja. Volgens mij tenminste, maar. Wil jij boren, Jono? Of? Ja, is goed. Ja, ik heb vorige keer op die boor gezeten, maar het maakt mij niet uit. Ik ben de opperman. Zo is het. Jono, die heb zoveel ervaring. Dat heb ik al lang in de gaten.
Ja, maar we moeten hem wel kort houden. Maar je kan ook met die drill. Het is net een jonge hond, we moeten hem wel kort houden. Maar je kan ook die pijpen optillen met die boor. Dat weet ik niet meer. Nee, volgens mij niet, want dat doe je met de hijskraan. En wacht, dan... ik kom eraan. Ik ben onderweg, jongens. Ja, oké. Okay. Maar jij kan alvast boren in dat gele ding. Doe ik ook altijd. Ja, hij moet inderdaad in dat gele ding boren, ja. Hier ook. Ja. Nou, wacht eens. Maar weet je hoe dit ding werkt? Ja, hij heeft er wel eens op gezeten, volgens mij. Ja, erop gezeten. Kijk, komt er een haakje aan. Bij jou. Oh ja, bij mij. Kijk Ben. Wat? En waar doe je dat mee, die haak? K en I. Ja, kijk, ik ben nou onderweg. Kijk, hè? Nee, maar dan weten we voor de volgende keer dat er ook een haak aan zit. Dat wist ik ook niet. Is goed hoor, ik ga terug naar de werf, zoek het uit. Nee joh. Ik ga allemaal weer omhoog. We gaan niet met die haak, maar we zaten even te kijken of dat kon. Nee, jij doet gewoon die pijpen erin knallen. Nee, maar er moet ook gehezen worden, toch, die pijpen? Ja. Ja, pak maar, Ben. Ja, en die wieken die moeten naar boven. Ja, maar moesten we geen ijzeren pijpen halen? Of zijn dat deze? Nee, die liggen nee, hier. Nee, ik weet al hoe dat gaat. Er moet zacht beton in. Oh ja. Er moet beton in. Dus er moet een cementwagen hier naartoe komen. Dan haal ik de cementwagen wel. Dan ga ik even aan de kant. Dan kunnen jullie met z'n tweeën hier even knijden. En dan regel ik die cementwagen. Ik moet mijn beeld even draaien. Cementwagen. Dan kan je ook gelijk zien of er nog cement in zit. Hè? Ja. 8%. Dus ik, ga wel even naar de... Gravel. De gravel. Ja, kijk, dan draai ik weer even. Ik pak eerst even die andere op en dan draai ik even weg. En dan kun jij je werk doen. Oh. Waarom pakt hij hem nou niet? Oh, nu wel. Ja. Maar ja, zo kom je weer allemaal achter andere nieuwe dingen, want dat wist ik ook niet. Ja, daar gaat hij. Want als je geen hijskraan hebt en je zou alleen maar die mixer moeten hebben, boormachine, dan moet je toch die dingen op kunnen tillen. Ja. Oh, dan moeten we ook weer een kuub hebben. Zo'n betonkuub. Oh ja, om te storten. Ja. Ja, ja, of je moet het met die pompwagen doen, maar dat is jouw gedoe. Drillpijp onder correct position, ja. En net als Richard, die gooit, moet de zand uitgooien daarnaast. Want die me verschudden. Ja, jij hebt het spel langer dan dat wij het hebben. Wij hebben het nu geloof ik een maand, twee maanden inmiddels. Ja. Ja, hou maar joh. Hoeft niet zo ver. Even mijn tankje vullen met cement. Ik gooi maar 100% vol. Ja. Oké, en dan kom ik nu naar de... Ja, als jij dan even heen en weer wil reizen, zet je die auto hier neer. Ja, ik kom nu naar jullie. En dan met een gewone vrachtwagentje even zo betonbak brengen. Ja. Kijk, want desnoods je beton gestort moet worden, kan ik al van de kraan overstappen in die betonwagen. Ja. Oh nee, dat heb genut. Ik moet toch wachten op jou dan. Ik kom nou met de cementwagen en dan haal ik even dat wagentje met die kraan voor die cement. Ja. Die haal ik wel op. Dan ben ik gewoon de chauffeur vanavond. Ja. Hey, buschauffeur. Wij zijn ander vooral. Ja. Ik zal even het geluid in de stream wat harder zetten.
Mooi weer even aan wennen hoor, met dit trucje rijden. Ja. Dat is heel anders dan die Euro-truc. Ja, Euro-truc stuurt toch lekkerder. Ja, dit is allemaal wat anders. Ja, maar het is allemaal niet zo belangrijk. Je kan rijden in een auto, je kan erin zitten. Ja. En voor zeilgeld gaat het allemaal automatisch gegaan. Dat je alleen hier moet wachten dat je wat aangeboden kreeg. En dan kan je rijden, laaien, doen, schrijven. Ja, daarom. Het is ook wel leuk dat je met meerdere bent zo. Ja, het is alleen jammer. Oh, we zitten naast. Heb je die mooie tribune weer die we gebouwd hebben? Van het sportveld. Oh, ja. Wat daar gebeurt dan, joh? Ja, hij zit een beetje scheef. Nu zitten er twee naast elkaar. Ja, daar zit die eerste zit scheef. Dus ik weet niet of je die nog. Of je die nog. Ik haak er even eentje aan. Kijk of je die nog kan corrigeren. Want je hebt kans dat anders die ene niet wil. Nou, ik moet even mijn mast uitschuiven. Check hem met die aan. Nou, wat wil je binnen doen? Morgenochtend om 10 uur ben ik weer live met de Eurotruc. Zo, mag best een half uurtje later worden. Nou jongens, we zitten hier goed voor. Moet even mijn beeld draaien. Nee, maar voor de vaste kijkers, hè. Voor de fans. Ja. Rijd nou toch door, man. Ach, sukkel van die automobilisten. Oh, ik moet hiernaast boren nu. Nou, dan wordt er een hele windmolenpark hier aan die kade. Wacht, dan word ik haast. Jonno, ik pak even die tweede. Goed. Want dan ga ik, dan kan ik aan de kant. Nou. Je moet nu naar links draaien. Ja, ik moet steeds mijn camerabeeld verdraaien. En hij moet naar buiten. Hé, hey, man. Nou, andersom ben. Oh ja. Hé, hey, daar heb je de baas. Nou moeten we even werken, Jonno. Ja, nou moeten we wegwerken. Kom uit de schaafkeet, jullie. Hey. Zo, ik draai je meteen even uit de buurt. Dan ga ik gelijk even die cementkuip ophalen. Ja, graag. Alsjeblieft, dank u wel. Ja, ik dacht dat de bedoeling was, hoor. Moet ik even kijken. Ja, want die hebben we nodig, want daar kan je mee starten. Ja, zie je wel. Pour concrete into the prepared elements of the construction site. Ja. Yeah. We hebben nog wel wat onthouden. Oh, zeker. Het is niet veel. Maar... Ja, ik kom bij het perron te staan, hè. Ja. Dan krijg ik weer met je mee, hè. Aan het uitzenden, ja. Rennen, Richard, rennen, je kan het. Gaat naar Kees. Of niet? Hey, Kees, goedenavond, ik moet even zo'n cementbak hebben. Heb je die ook? Oh nee, ik ben helemaal niet aan het uitzenden. Want dan kun je elkaar een beetje in de gaten houden. De Concrete Crane Bucket is dat, eenmaal. Yo, bedankt hè. Zie je. Yo, hoi. Deze is het volgens mij. Nou, spring maar weer in die auto van je, Richard. Hoppato. En we zitten er weer in. Oh ja, hier. Pootjes uit. Even kijken, want ik moet ook het uitzender zijn. Of niet? Nou ja. Heb jij een pijpje voor mij? Oh, hij zit op zijn pijp te wachten. Je komt maar aan, het maakt je blij. Hij wacht op zijn pijp. Ja, nou, dan wordt hier niet gebuist. Zo, ik ga even dat ding hier oppakken. Oh. Nou, andersom. Waar gaat hij nou helemaal naartoe met dat ding? Geen idee. Traandrijf is een beetje dronken. Hoppato, en op die vrachtwagen. Moet ik hem weer vastzetten, want ik heb al een keer gehad dat hij eraf kukelde. Oh ja, dat kan. Zo,
Dank u. Gaat uw gang. Call your king. Nou, dan doen we even backspace. Pootjes omhoog. Heb je vastgebonden? Nee, ik stap zo uit. Doe eerst die poot uit. In. In. Uit. In. Gymnastiek. In en uit. Ochtendgymnastiek. En in. En weer uit. Voetje trek omhoog. Je beentjes. Trek je beentjes omhoog. Ja, hij zit vast. Rij je met dat ding. Oké. Okay. Hop, naar de construction. Ja, dat is wel eentje rijden zeker of niet? Nee, hij valt best mee. Oh. Hey, ballonnetje bovenin knippert. Een ballonnetje. Hoi, welkom mannen. Oh. Ja, dat bericht had ik erin gezet. Even kijken wat nou. Ik zie geen pijpen meer liggen. Oh jawel. Place a drilling pipe with cutting shoe on the correct position. Oh yes. Hij moet eerst altijd naar achteren toe. Ja, ik moet die andere hebben, maar ik wil naar links en dan gaat hij omhoog. Dat vind ik ook zo bijzonder. Bob de Bouwers, kunnen wij het maken? Nou en af. We zijn de jongens van de bouw. We lusten ze. Wij maken het heel. Wat heb je gegeten, Jonno? Kip met voor een groentemix en van alles en nog wat. Oh, lekker. Ja, gewoon van alles en nog wat. Oh, ik ook. Nasi met kip. Oh, wij hadden vis en wortel en aardappels en toetje. Nou, hoe zit het? Ja, is ook lekker toch? Oh ja hoor. Ik moet even mijn beeld draaien hoor, sorry hoor. Een lekker forelletje. Ja. Hey Ben, misschien vind je het niet leuk, maar we komen waarschijnlijk naar de haven in Almere met de camper. Ah, leuk. Vrijdagmorgen al. Nou, heb je gereserveerd? Of, Nee, dat kan niet bij hun. Oh. Nou, wat is het nou? Jongens, ik loop weer te kloten. Zo. Ik pak even... Ah, nou ja. Ga eerst maar boren, joh, want ik hou je te lang op. Nee, ik kan hem verpakken hoor. Het staat niet bij mij in de weg. Nee, dat zie ik. Zo, je rijdt gewoon 100 met die kraan met de auto. Ja, dat weet ik niet. Hoor je toe. Kijk eens, daar heb je hem al. Hoe lichter het vracht is, hoe harder jij kan. Ik zal hem naast de cementwagen zetten. Ik denk toch even dat die kraan een keer nagelopen moet worden, want daar stuurt toch aan. Hij gaat dan niet zo lekker. Zo, dan kunnen we hem er zo afpikken. Dan gaat het een beetje traag. Bandjes los. Je kan hem eraf pikken met de kraan, hè? Ja, ik kom er zo aan. Ik moet even... Ik ga eens even kijken wat jullie ervan bakken. Hallo. Voorlopig hebben we al het materiaal hier. Of moeten we nog een kraan hebben bij de... Wacht even hoor, want ik weet nou niet wat hij doet. Hij doet heel anders. Komt hij nou omhoog of niet? Ja. Ja, dat zeg je toch niet? Jawel. Komt hij omhoog? Komt hij omhoog? Ja, ik zit toch in die kraan, hè? Oh! Ja, weet ik veel. Dat zie ik niet. Ik zit er niet met mijn jonge heer te spelen, kom. Even kijken, get de winnen van de steel mill. Ik ben helemaal. Precies van de construction site. Ik word helemaal gek van die Richard. Windturbine element van de steel mill. Oh ja, die moeten we weer ophalen bij de steel mill, zie je wel. Zal ik met de trailer daarheen gaan? Goed joh. Want dat, of lag dat nou in zo'n trailer van hun? Ik weet het niet meer. Ja, die trailer staat op de werf. Ik geloof van hun trailer. Ja, ik moet er alleen met de trekker naartoe. Trekker, hè? Ja. Oké, dan ga ik trekker ophalen. Ja, normaal kan ik zien wat hij doet, maar... Ja, naar beneden is hij terug. Zit hij terug te appen. Hoi, baas. Tikkie terug, wacht even hoor. Tikkie terug, ja.
Moet ik hem inschuiven? Ja. Nee, zit er nog ver naast. Even wachten, ik moet hem in... Nee, gaat hij links en rechts. Nou, ik vertraag er geen reet meer van. Ik doe hem wel hoger, dan kom ik ook dichterbij. Nou, de vorige keer. Ja, ik kan het nou niet zien. Moet ik nou nog dichterbij? Sta ik zo hoog dan? Ja, zo gaat hij op. Hou recht naar beneden. Ja. Ja, je bent er. Oké, ga ik even die bukkel eraf halen. Kijken waar die auto staat. Draai wel even alle veiligheid even de andere kant op. Oh. Staat hij met die auto? Achter u. Zeg eens op de snel. Hey, er zit een haak op de weg. Ja, dan moet je daar een trailer huren, Richard. Ja. Maar van de die andere Wall Factory, er staat die trailer op de werf, hè, bij ons. Ja. Waar sta je nou helemaal met die auto daar? Nou, ik pak deze over vol. Heb je al, is je al, met, ja. Ja, ik pak die... deze pijpen wel vanzelf op, dan kan jij even... stuntelen met die betonbak. Ja. Even kijken hoor, ik moet even een ander zicht hebben. Ja, zet hem er vast achter. Ik weet ook niet of ik die opdracht nu al kan krijgen, hoor. Nee, maar dat zien we wel. In principe moet het wel kunnen in multiplayer. Nee, zie je wel. Nou ja, die trailer staat er in ieder geval. Ja, ik zet even die cube achter die auto. Lukt dat? Nee, niet echt. Oh, wacht, maar dan moet ik even in die bak gaan zitten, want ik moet zo storten. Nee, Jono is onderweg al naar de auto. Oh, ik ben er al. Oh, ben jij dat? Oh. Oh, man. Moet ik dat ding even stellen naar achteren, hè? Ja, wacht even, want ik ga nou helemaal de mist in. Hij gaat de hele andere kant op. Niet die kant die ik wil. Moet ik hem ergens anders neerzetten? Of? Nee, wacht maar even. Ik zet hem wel even recht. Ik heb dat kuipje recht naar achteren staan, die tuut. Ja. Ja, zie nou... Volgens mij staat hij op de grond. Dus ik kan nou lozen, zeg maar. Ja, even een klein stukje naar achteren. Dan koppel ik jou weer even los, want ik moet even aan de andere kant weer boren. Ja, nee, dat ga je niet. Oh. Ja, tot nu. Ik heb de... Ja. Ik heb de pijp al gereed. Oh ja, jij kan het doen met de haak, of niet? Ja. Ja, nou doe je dat. Dan blijf ik even bij Richard, want... Wie weet moeten we zo meteen wel... Maar zit niet goed vanwege die kraan, hè? Waar is die arm? Zo. Zit die al vol, die bak? Of? Dat kan alleen jij zien als je hem eraan hebt, hè? Ja, daarom ben ik druk bezig. Maar stop maar even. Volgens mij is die aardig vol. Nou, die zit nou in die bak. Ja, 100%. Oké, mooi zo. Dan kan mijn tuutje weer terug. Ja. Maar ik laat hem wel even staan hier, hoor.
Ja, laat jij je stuurtje maar even staan. Even kijken hoor. Nee, die auto bedoel ik. Oh. Dan ga ik eens even bij Jonno kijken hoe het daar gaat. Wat is... Oh, die gaat wel goed hoor. Hij heeft die kraan al ingeklapt ook, joh. Ja. Maar wat is die gozer snel. Kijk uit baas, want dan sprust het je laatste uurtjes. Klok je vandaag niet meer uit. Nee. Maar één pijp zit niet goed, dus ik weet niet of dat een probleem gaat worden. Hey, maar wat sta jij hier nou te gapen, Klaas? Oh ja. Ja, nee, is goed. Of door willen werken. Hallo, ik heb niet eens tijd om te pissen. Ja, dat heb je met zo'n opperman, hè. Hé, hey, mooie fundering. Jonno is weggezakt. Ja. Takel hem er even uit. Meteen even beton erop. Wat chic idee. Mooi, hè? Mooi werk dit. Wacht even hoor. Ja, dat vind ik weer niet, maar... Oh. Ja, het zit niet altijd mee, hè? Nee. Ik moet verder. Ja, laat ik hem toch zakken. Dan moet ik even wachten dat hij uitgeschommeld is. Tikje naar links. Nou. Ja, daar komt hij aan. Hij is er bijna. Zo, Ries. Ik, Ries, ik kan er vandoor. Hey, houdoe. Nou, lekker dan. En dan kom je er ook weer uit. Hé, hey, ik hoor water. Hé, hey, zit er naast, Ben. Je straal gaat ernaast. Oh, help. Nou. Hij pist naast de pot, man. Niet te geloven. Welke ga je doen? Deze? Ja. Nou, dan ga ik hierbij staan. Even douchen. Nou, ik zal het beeld even zo laten staan. Dan kan je hem van de zijkant zien aankomen. Hoppa, kijk. Daar komt hij aan. Oh, nou wel goed. Dat is hem. Ja, nou zit je erin. Hop. Nog meer? Ik weet niet. Er gebeurt nog niks op het molentje rechts bovenin. Jonno zit erin. Oh, hij is er weer uit. Hoppata. Even kijken. Ik zie dat die bak vol loopt. Nee, je zit ernaast. Je moet ietsje naar, voor jou naar links. Voor jou naar links? Want ik zie, je zit hier met je slurf en hier is het gat. Oh, ik zit al met mijn slurf. Ja, ik kan niet meer verder bijdraaien. Hij zit er toch recht in, hoor. Vraag maar. Ja. Ja, nou gaat hij lopen. Oké. Okay. Ja, nou kan je naar die paal waar Jonno staat. Nee. Ik pak even die andere. Wat staat deze paal gek daar waar jij nou in staat? Ja, dat zeg ik. Die staan niet goed. Die is niet goed geboord. Nee. Met twee pijpen naast elkaar zitten. Ja. Nou, misschien scherm. Ja, daar had hij wel aangegeven dat het niet goed was. Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk niet dat het een probleem is, kijk. Even uit laten schommelen. Nou ja, dan zien we vanzelf wel dat we een foutmelding krijgen. Hé, hey, wat gaat hij nou doen? Maar het was één plateau toch, met vier palen? Ja. Poor concrete en dan stage 4. Zit ik nou weer in haast te pissen, want ik kan het niet zien. Oh, even terug. Ja, je zit er weer naast. Je gooit al die gaten eromheen dicht. Ja, maar ja, ik zie... Nou, het scheelt, er zit nog cement in mijn cementwaren. Ja, maar je krijgt hem er niet recht erboven. Gek, hè?
Even hoger die kraan. Zo, even uit laten schommelen. Het is aardig warm hier op dat zolderdakkie. Ja. Nou jongens, ik krijg het geen mogelijkheid erboven. Moet ik even de kraan in? Wat? Moet ik de kraan even op? Wacht even, wat gaat nou weer doen? Ja, hij loopt. Ja, je zit er wel in dus. Ja, en nou heb je nog twee palen, zeg maar, we zitten nu op de helft. Ja, oké. Okay. Met storten, ja. En wat hebben we de volgende stage? Pool concrete, en dan gaan we naar stage 4. Dat is ook beton. Stage 5. Dat zijn die windturbines. Dus ik ga weer terug naar die... ja, beton op de Jonno. Gooi hem vol. Gooi hem vol. Steelmail. Ja, klaar. Ja, hij komt vol te Ja, daar gaat hij. Hoppakee. Waar is Jonno nou? Hebben we die levend begraven? Hij zit in beton. Nou, lekker dan. Hij ligt eronder. Nou, dan moeten we een nieuwe kracht aanwerven. Ja, voel meteen of het goed is. Als ik begin te schreeuwen, dan zit je goed. Wel lekker hoor. Kom maar. Ja, nou. Ja, goed zo. Kijk, hoppa, klaar. Hey. Gelijk de verdering erin hier. En weer een etappe klaar. Hey. Kan je er al overheen lopen? Die construction area. Oh, kijk nou joh. Je moet pijpen gaan tillen. Piepen tillen. Wat mag Riesje doen of ga jij hijsen? Moet je eerst even die pijpen halen. Nee, ja, en dit zegt... Ja. Oh ja, ik ga naar de steelmail, want dan staat die trekker al. Zal ik dat anders even doen? Ja, mag ook. Maar moet je daar een hijskraan hebben eigenlijk? Ik geloof dat die gelijk ingeladen wordt. Oké. Okay. Nou, regel jij dan maar. Maakt niet uit. Wacht ik hier even. Waar is die auto van je? Steel components. Ik zie nog niks. Nee, je moet... Oh. Je moet naar de werf en dan die vrouw aanspreken, of die man. Ja, maar die trailer die stond niet, staat geloof ik niet goed. Nou, die moet je in de lengte zetten. Waar sta je nou met die bak? Oh, daar. Nou, wat is het nou? Zakken. Ik moet even goed draaien, ik sta er niet goed voor me. Oh, je kan hem ook weer boven je cementmolen leeg laten lopen hoor, Ries. Ja? Ja, dat kan ook. Ik zie niks qua kan ik iets van doen. Ja, maar heb je al besteld bij er of? Nee, dat kan niet. Oh, waarom niet? Kijk, ook bij de steelmail moet ik zijn, ja, daar ben ik. Nou, wat loop je toch te kloten met die kraan? Tijdje niet gedaan. We komen wel, maar het duurt alleen wat langer. Kijk, nou hang ik. Wacht even hoor, zie je stil hangt. Klein tikje naar binnen. Ja, zo moet het wel lukken. Toch een tikje. Maar dat kan niet. Ik heb te veel auto's natuurlijk. Misschien is het de verkeerde trailer die we hebben. Hadden we dat vorige keer niet met een dieplader? Ja, die rode. Die blauwe of die rode? Ja, volgens mij hadden we zo'n dieplader toen. Die trailer die er nou staat, die ga ik even... Oh, ik ruim me neer dan. Ja, die hele lange.
Ja, ik ga het wel even naar de werf. Die mag terug. Laat die trekker maar hier staan dan, die pikken we wel weer een keer op. Ja. Ga je dan gooi ik het beton weer terug in die auto. Even kijken welke ik nu heb hoor, want... Ja, ik kan ook met die kraan naar jullie te komen, hè. Ja, ik moet die rode auto hebben. Waar hebben? Die rode hadden we toen. Ja, die lange. Ja. Die lange die oplegger. Ja, die moet ik hebben. Daar hebben we toen... Ik zit er al in. Meer geschikt om... Of was het nou die blauwe? Nee, deze hadden we volgens mij. Nou ja, je merkt het gauw genoeg. Of het past. Of hadden we nou die... Anders neem Jon nou die blauwe mee. Ja, ik kom die blauwe even mee dan. Ja, dan kom ik... Nou, klote graan. Ik wil die bucket in die auto zetten, maar ze doet het zelf maar. In convoy. Ik weet helemaal de route niet waar ik heen moet. Hier rechts, geloof ik. Zo. Nou, dat was eigenlijk... Ik moest de andere kant op, dacht ik. Ik kom... waar staan jullie? Nou, we zijn onderweg naar de... Steel Mill. Maar ik weet niet meer waar die zit. Ik ben de weg kwijt. Heb je geen koers uitgezet dan? Nee, dat moet ik even doen. Waarom krijg ik die poten nou niet meer in? De Samwil. Hoe zit dat ding? Ja. Of de Zandmil? Nee, Steel Mill. De Steel Mill moet ik hebben. Ja. Zomil. Hoe zit dat ding? Kijk, ik ben er al. Ik ga er nu heen. Dus dan kan je mijn pijltje volgen. Zit je links onder die rode pijl? Oh, hier moet ik heen. Ja, ik zie het. Wat is dit nou? Nou, heb je de route erin. Sorry hoor. Dacht dat hij er al in stond, maar dan ben ik weer te vlug gaan rijden. Ik kan niet sturen. Wat is dit nou voor gelul? Ik weet het niet. Nou ja, stuur het niet. Moet je er uit en in? Sorry? Moet je er even uit en in? Ja, zou kunnen. Maar mijn wielen draaien niet. Ik ga wel voor achteruit. Mag ik eens proberen? Ja, want ik wou hem even dwars zetten, want je moet eerst die dikke pakken. Nee, mijn poppetje loopt ook weer niet. Wat een gezeik. Oh, dan ben je even je instelling. Nou, ik weet het al. Wacht maar. Ik heb dat toch ook wel eens? Ja, maar ik heb weer het autostuur erin staan. Ja. En de hele tijd doet hij het. Even kijken, waar sta ik nou? Voor ik plat gereden hoor. Dit in de wagen. Oh, kan dat? Ja, maar ik kan niet lopen. Hé, wat een gesjaard man. Waarom moet ik hem neerzetten voor je? Nou, ik moet even opnieuw inloggen, jongens. Ja, moet ik met de dikke beginnen. De dikste komt onderop. Maar ik moet even opnieuw inloggen. Want hij reageert voor gemeten. Oh wel. Oh. Nee, er was dat, maar mijn stuur stond er nog in. Oh, waar ga jij naartoe met die... Nou, ik zet hem andersom. Ja, ik laat hem hier staan zo. Hey, doet hij het nou weer niet? Ja, dat denk ik. Ik weet het niet meer. Je kan het proberen, Ben, of die blijft liggen, maar. Net wat John nou zegt, misschien dat we. Huh? Even kijken hoor, want. Oh, zit jij in de kraan? Ja, maar mijn poppetje zat vast.
Ik ga wel even kijken of ik hem vast ga binden. Even kijken, voorop. Ja, laat hem eens zakken. Toch proberen de haken even los te gooien, anders kan ik hem. Ja, die is los. Ja hoor, zit vast. Ja? Oké, dan rij ik vast de haar heen. Ja. Dan werk ik dat met deze ook, hebben we dat ook gelijk geprobeerd. En ik wil, als Jonno wil rijden dan met jou. Oh nee, ik moet weer met die kraan daar naartoe. Heb je nog een auto dan? Ja, er staat dan nog een trailer, die blauwe. Er staat een auto, een blauwe MN. Ja. Maar dan hebben we in ieder geval alweer twee pijpen daar. En als deze eraf is, dan rijd ik weer terug. Maar we moeten eigenlijk nog een kraan erbij hebben. Zo één. Ja, maar als ze erop staan, je verhuist hem heel simpel. En anders moet je die kleine hier neerzetten, of die kleine daar. Ja, maar ik weet niet of die kleine kan, omdat je haak 3 moet hebben. Oh, en die heeft haak 2. Oh. Dan doet hij het niet, denk ik. Wacht maar even, ik rij hem achteruit. Oh. Even uitstappen, kijken of je het redt. Oké. Ik ga even iets hier. Zo. Ja, zit ook vast. Nou, ga jij rijden of ga ik met de kraan daar naartoe? Jo, is goed. Heb ik lekker de kraantje vandaag gegooid? Ja, super. Thank you. We gaan nu naar Construction, de Jezusgang. Zo. Richard, heb ik hem zo scheef gelegd? Ja, zie je dat? Nou, maakt niet uit, we zijn er. Wacht even jongens, ik ga even hier achteruit. Oh, even wachten. Even wachten. Pizza. Ik zet hem er gewoon even voor. Ja. Dan kan jij hem in die volgorde leggen. Nou, wat is dat nou? Ik zie die poten niet uitkomen. Oh, nu wel. Zo, deze paal is los. Even over de weg heen rennen. Oké. Ik heb nou die breedste pijp, geloof ik. Ja, klopt. Die komt als eerste helemaal rechts te liggen. Ja. Even omdraaien met de kraan mee. Zo. Ik zie even niet wat mijn haak doet. Steeds even. Ik kan niet zien wat die haak doet, hè? Waar die haak zit. Moet hij naar de rest? Moet hij naar buiten? Ja. Oké, ik moet hem draaien, zie ik. Nee, blijf eens staan. Yo. Oh, hier ligt. Dan moet ik wel even naar de... Ja, naar de volgende. Oké, wij gaan weer halen. Ja.
gaan jullie ook goed, hè? Zo, met z'n tweeën. Ja, wij zijn de transporteurs. Ja, daar moet je het van hebben. Ja. Maar ja, ik moet ook weer daar naartoe met de graan, dus ik kom er zo gauw mogelijk aan. Ja, maar dat, ik had net al gekeken bij die dealer of ik een tweede kraan kon krijgen, maar dat gaat niet. Oh. Ik heb er eigenlijk geen plek voor natuurlijk. Oh, nou ja, ik kom er zo wel aan. Ja. Ik moet hem even inkorten. Wat is hier vlakbij, hè, die steel mill? Ja, maar ik ben zo klaar, joh. Ik, ja, jij kan switchen. Ja. Nou, waarom? Nou. Oké. Okay. Wacht even, ik moet even meer naar achteren. Wat ruimte creëren voor mijn poten. Even naar achteren. Blauwe, de voorraden. Nou, mooi werk zo toch, met z'n drieën. Ja. Gezellig hoor. Riet. Je moet alleen steeds mijn beeldje draaien. Waar hangt hij naar die bal? Kijk eens of je hem vast krijgt. Ja, ik loop er alleen. Laat me zitten. Ja. Oh, ja, hebben we hem al. Yes. Ja. Nou, moet je straks alleen die generator nog halen. Ja. Ja, Roy is er thuis schuiven. Sorry? Nee, kan niet. Wacht even, ik moet hem even draaien. Dat was. Ja, dan schuiven. Volgens mij kan je die niet verlengen hoor, dus. Dacht ik. Waarom draait hij nou niet? Zit hij ergens aan vast of zo? Had ik ook al eens een keer geprobeerd, Jono, maar. Je zit geloof ik tegen mijn truck aan. Nee hoor. Ik hang helemaal vrij in de lucht. Ja. Nee, ik weet niet meer. Ik weet niet meer hoe je... Oh, zo. Ja, ik was even de kluts kwijt. Ik wist niet meer... hoe ik hem moest draaien. Goed, ik kan wat daarheen. Ja, dan moet je weer op mij wachten, hè? Maar dat wacht niet uit. Ja. Jono, die gooit hem, die drukt hem eraf, denk ik. Zo, wat een pijp, hè.
Wow. Even kijken hoor, Ries. Naar achter, Ben. Dan kom je op dat schuine stuk voor. Ja, maar als ik naar achter ga, dan kom ik niet meer in het midden. Oh ja. Even kijken, kan je hem vast... Oh. Kan je hem vastbinden? Ja, hij zit. Mooi zo. Oké. Rij je maar. Wacht even, ik wil hem even achter. Oh. Ik wil hem even achteruit hebben, dat is even wat makkelijkere houding. We hebben echt zo'n bouwmuziekje opstaan. Met je poten. Ja, oppakt, dan kan ik wegrijden en dan kan je hem gelijk neerzetten. Oh hè. Dan komen de poten dan. Je gaat maar 50 hè, met zo'n lading. Ja. Kan niet harder. Het is vergelijkbaar met gisteravond hier op die kamer 15 graden warmer, man. Zo, ja. Ja, dat wil wel nou. Moet draaien. Hij moet draaien. Even de kettingen los. Ja, Jonne had het mooi neergezet. Ja, zeker. Alleen ik had hem. Ik moet nu de pijpjes geheel even draaien. Nou, dan mag straks een ander hem wel in elkaar zetten, die toren. Maakt me niet uit. Oh ja, het best. Dan ga ik de kraan wel even op. Ja. Dan hebben we allemaal wat gedaan. Oh. Voilà. Dat is goed, een schietballetje al. Ja. En ik moet die voor jou ook draaien, want... Ja. Is verkeerd geladen. Ja, dat weet je toch niet als je daar bent. Hoe dat zit. Nou ja, je moet. Nee. Nou ja, maar ik moet hem draaien. Nou ja, ik moet even wat pil oppakken. Rij maar weg, Ries. Ja. Ja, ik kom zo in. Ik zal hem even hoger reizen, want anders ram ik je cabine in kort. Oh ja, die generator kun je ook op zo'n dieplaaier zetten hoor. Oh, je, ja. Je hebt geen kraan hè? Nee. Dus ik moet toch zo nog even met de kraan naar jullie komen. Hey, is dit? Alrado. Zei je? Nee, ik reed bijna de plomp in. Nee, waarom pak je hem nou niet?
Ik slip helemaal. Kijk. Jullie hebben nog die kraan nodig voor die generator, hè? Ja. Ja. Oké, dan kom ik er aan. Zet hem even op de werf, dan gaat daar een ander maar even die kraan zitten, want die moet even... Ja, maar deze dieplader hebben we niet meer nodig nu. Wacht even hoor. Want die wieken, die, ja, die moeten we ook nog ophalen. Steelmill, hè? Ja. Ik zet hem wel even hier links neer. En waar staat die generator? Bij de steelmill. Dat is dat vierkante ding. Oh, die witte? Ja. Nou, wie gaat er in die kraan zitten? Ja, is goed. Of zou we zetten, Richard? Ik ben eruit. Nee, ik ben hier nog op de bouwlocatie. Oh. Nou. Jonno is daar? Je mag hem zo in elkaar zetten. Ja, maar ja. Dan moet ik iets op gaan geven om die pil te pakken. Anders moet ik hem maar voornemen, gewoon meenemen. Ik heb zin in koffie. Moet je hem dan in de. Zeg maar erheen rijden? Wie? Kijk. Ja, ik weet niet. Even kijken hoor. Ik sta nog steeds daar. Hoor. Die boormachine die kan wel terug, hè? Die kan weer naar de werf. Ja, maar wat ben jij? Wat staat hier? Oh. Wat moet bij de stiel gebeuren? Ik heb een groot rijbewijs nog niet, dus ik mag niet met zwaar materiaal rijden. Daar hebben we onze... Superman die komt er dan. Die cementwagen is ook niet meer nodig volgens mij. Nee, want het is... Oh, wacht even. Nee, we moeten nog wel de wieken halen straks, hè? Ja, alleen de wieken, maar die cementwagen is niet meer nodig. Nee. Dus die gaat ook terug. Even kijken, die moeten nou in elkaar gezet worden. Hey, dat zou Richard doen, hè? Zet ik hem wel vast klaar. Oh, die generator die pak ik wel even over. Wacht even hoor, want ben ik er al? Ben ik alleen? Zit er nog meer omheen? Nee. Er staan nog een paar zwaailampen te draaien in die andere trekker. Die ga ik even uitzetten. Even kijken, waar komt die generator te staan? Oh, weer. Kom ik op het tweede scherm, druk ik mijn scherm weg. Irritant is dat. Nou, weer. Eigenwaars ding. Nou, die komt helemaal daar te staan. Ga jij maar rijden, Ries? Ja. Ga niet die auto wel terugbrengen. Is goed, ik ben onderweg naar de kraan. Hoi, ben u. Hoi, was dat mijn baas? Dat is de baas, hè, jongens. Ik hoop wel dat je de lading vast hebt gezet. Ja, keuren. Ik sta klaar. Klaar? Waar sta jij klaar? Nou, bij de waar ik moet zijn. Oh. Ja, dan moet ik rijden, zeg. Dat is in. Zwaailamp heeft helemaal geen net, jongens. Kom. Dat is het toch voor dit. We gaan die komt van het terrein af. Hey, kan jij me niet meenemen? Kan dit niet achterop staan? Ik heb nog twee lampen, twee knipperlichten uit branden hier. Ben. Ja. Had je een nieuwe wagen overzien voor Eurotruck Simulator single player? Dacht niet zilverachtig of
dat ik heb een video geplaatst in foto leden. Oké, ga zo even kijken, man. Ik dacht wel een glimp gezien had, hoor. Een glimp. Ja, ik was vandaag bezig met een oud Daffy. Een 20. En dan was ik mee gereden. Dat draait best grappig. Ja, ik weet het wel. Puur maar op. Dan kan ik weg. Ja, ik weet niet of wie hier staat te wachten. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor de kraan. Ik zit nu op de kleine vrachtwagen met die betonmolen en die breng ik weg naar de werf. Zet ik hem bovenin bij kantoor. Oh, dan kan ik hem er niet afhalen. Goed, dan ga ik alvast weer naar de steelmill voor de, ja, voor de wieken. Heb je daar ook kraan 3 voor nodig? Volgens mij wel. Dus dat kan niet met die kleine kraanwagen. Kijken. Jobs, wind turbine. Hé, hey, waar is nou... Kraan 3. Ja. Even kijken, ik moet eerst die dikke hebben. Ik ben de werf kwijt. Oh nee, hier ook. Zo, ik zet die auto met die cube zet ik gewoon, parkeer die gewoon even ergens op. Ja. Heb je zin om nou weer met een andere kraan die kuppel eraf te halen? Dus ik kan niet met die 3 assen. Dat is wel jammer. Jongens. Even kijken hoor, ik moet hier het oogie. Ik kom langs het verkeersbord en dat verkeersbord dat stijgt op. Oh! Dan is het de lancering. Een lancering. Oké, heb ik gedaan. Moet ik nog iets anders meenemen van de werf? Jongens? Mooi vol. Ook niet een kraantje met die 3 assen? Nee, oké, nou ja, dan kom ik zo naar het transportterrein. Raak ik wel terug met iemand. Even kijken. Oh, dat gaat lekker. Wie zit achter het stuur? Ja, is eigenlijk vrij. Ja, kom maar, Bas. Kan ik er doorheen lopen? Nee, ik kan er niet doorheen lopen, dat is wel jammer. Waar is die? Ja, tik die opzij, Bas, tik die opzij, of niet? Oh. Ja, gaat lekker. Maar heb jij nog hulp nodig aan de andere kant dan? Ik? Oh. Ja, nee, Jonno. Toch die wieken, ben jij nou met die wieken bezig? Nee, die wieken die kan ik nog niet. Oh, wat raar. Even kijken, wat is hierna dan de opdracht, stage 6. Winterwinnen. Stage 7, we zijn er nog niet hoor. 4 keer plus 1 rode base. En dan 1 wing, nog een wing, nog een wing. Stage 8, dat is place de rotor in de correct position. Stage 9 is excavate, dat is het rotwoord. Dan merk het area. En 10 is pour concreet. Dus we hebben die betonwagen wel nodig. Oh wel? Ja. Ik dacht dat we die meer nodig hadden. En van de stiel moeten we nog eens een keer wat ophalen. Ja. De transformator, of hebben we het allemaal al gedaan? Hey, maar dat gaat vlot, hè, met Richard de paal zetten. Ja, jongen, het is een kanjer. Zeggen dat Richard vaak met palen gewerkt heeft. Ja. Elke dag.
Oude palenlaaier. Nou. En zijn broek uit de palenlaaier. Oh, weer wat anders. Je moet ook even gooien, Ries. Maar wie valt me lastig? Wie valt me lastig? Wie heb te horen moet? We hebben die kraan ook precies goed neergezet zo. Goed overzicht. Ja, goed overzicht. Goed voor mij. Nee, goed voor mij, hè? Ja, absoluut. Zo met z'n drieën kunnen we wel wat dan. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Vakkundig personeel, hè? Ja. Altijd vroeg aanwezig. Nou Bas, hoe zit het? Je laatste paard moet erop. Ja, de haak komt eraan. Kijk maar links van je. Ik zie alleen het balletje niet. Oh dan. Oh hier. Kijken, ja, hij zit goed. Ja. Ja, hij is hem maar hoor. Ja, ik moet de andere kant op lopen, want ik kan het niet zien. Oh ja, nu pas. Oh, even omdraaien. Ja, ik zit met Richard in de cabine. Oh, lekker is dat dan. In die kraanwagen? Ja, dat ook. Oh. Okay. Dat is hoog, hè? Hoge paal, hoor. Hey. Er kan maar één in die kraanwagen zitten, hoor. Je weet niet hoe je het doet met z'n tweeën. Of zit jij voorin? Ja, ik zit voorin, volgens mij. Nou, lekker dan. Dat is een hoogte zo, hè? Even kijken, hoor. Ja, verdomd. Hey, laaie flikker, kom je eruit? Hey, hop. Zit hij erin? Ja, werken. Nou, lekker dan. Als je even stil blast, dan geef ik hem een schop onder zijn kont. Hup, eruit. Zo. Nou, hoe zit het, Bas? Doen we nog wat? Jan en ik hebben een natte rust. Place one gearbox on the correct position of the construction site. Gearbox? Oh, dat is dat ding zeker. Ja. Omdat iemand het had over een generator. Oh, dat is dit ook. Honk. Hoi, Harry. Je hebt niet veel te vertellen, ouwe. Hoi. Ga even bewegen eens even, joh. Zo krijg je... Harry. Je zit tegen die paal, man. Ja, ik zie het. Ach, is het weer zoveel? Hij wou wel niet zakken. Oh, ik haken los, man. Ja. Of hij krijgt hem niet omhoog en als hij mij helemaal omhoog hebt, dan krijgt hij niet meer naar beneden. Dat duurt 2 uur. Hé, er wou er eentje maar aanrijden, die ligt nu op zijn kant in de berm. Kijken. Zo. Ja. Ja, die wou maar aanrijden, werd ik zo pissig dat ik hem... Hiero, zo, zet hem zo weer weg. Oh, daar gaat hij weer. Hup. Nou, andere kant dan even, daarvan terug. Ja, op zo de meter, man. Hup, de weg op. Hup, douwen. Ik zal even douwen houden. Misschien moet ik even met 2 man douwen. Ram, man. Nou, staat hij op zijn rem. Ja, ja. Oh, daar gaat hij. Ja. Eerst zal ik deze vrouw ook even omhouden. Trek het eruit de auto. Ik kan niet verder draaien met die kraan, want ik zit tegen die paal. Oh. Ik kan niet meer die kant op. Nou, dan moet je even op backspace drukken. Ja. En dan je landingsgestel even intrekken. Dan ga je of helemaal naar voren toe. Want dan kan je er wel bij. Ja, het staat net niet goed hier. Wacht even, oh. Ja, even naar voren dan helemaal. Ja. Tegen het hek aan, bijna. Kom maar. Ja, ja, ietsje nog. Nee, is goed. Zo kan dat wel. Het was maar iets hoor, dus. Oké, poot uit. Ja, dan ga ik er even zitten. Zo. La 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 la. La 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 la.
Oh ja, ik ga wel meekijken met je met de kraan. Als je erin zit, Jono. Hoi. Ja, nou zit ik hier. Hey. Kom nog wat doen. Nee, ik ga je even niet zien, want er zit in de kraan te kijken. Hij bibbert wel hoor. Nou, daar komt hij. Wat? Pak je mij op of pak je die generator op? Ja, wat wil je? En een beetje knap neerzetten, hè? Niet zo de vorige keer dat hij er bijna afflikkerde. Nee, dat komt wel goed. Ik ga even overkant van de weg staan zonder dat ik plat gereden hoor. Ja, hier heb je een mooi uitzicht, zeg. Oh! Oh, ik moet nog verder naar achteren. Zo ja. Ja. Even via de portofoon. Ja, gaat lekker. Je bent er bijna. Ik zal even kijken, fotoleden. Hoe hoog je met die kraan komt, dan is het geluid ook weg, hè? Ja. Het is verstopt, hè? Fotoboekleden. Jono, mijn nieuwe wagen, oh, dat is een filmpje. Dankjewel. Even kijken hoor. Ver weg is dan. Waar komt hij aan? Ja, het is nog te ver weg, hè? Maar je had ook een foto geplaatst, toch? Oh, oh Richard, dat ding gaat... Ik zie het. Nee, gaat goed. Wat ben je nou met dat ding, man? Je bent helemaal uit mijn beeld. Ja, ik zit helemaal bovenin. Ja, je moet zakken. Ja, weet ik. Zakken. Ja, hij gaat lekker. Hij gaat lekker. Ja, maar ik heb alleen die kraan niet goed staan. Want die kan, niet. Nee, die kan niet verder met die hoek naar achteren. Uh-oh. Ja, wacht maar even. Druk eens op backspace, kijken wat er gebeurt of je dat ding dan weer op de grond zet. Nou, ik maar even kijken of mijn kraan kan draaien. En dan? Nee, dan kom je er niet. Nee. Je staat te dicht op. Voor die hoogte. Ja. En als je hem laat zakken dan? Nee, kom je ook niet. Nou, wacht maar even. Even op backspace. Even mijn hoogte hebben, dat ik goed kom. Kijk. Ja, iets hoger nog. Nou zit ik er net boven. Ja. Nou naar binnen draaien. Ja. Kan net. Ja, hij is net zo hoog als deze molen, kijk, daarachter. Ja. Is diezelfde hoogte, zie je? Ja, je hebt ook maar meestal maar één lengte. Mooi hè. Want van het gezicht, hè, hoge bomen. Maar hij moet wel ergens anders staan om die wieken te doen, dus ik laat hem sowieso even naar beneden halen. Ja, gewoon een backspace druk, hè? Nee, ik vind dit veel te mooi. Ah, gaat toch even, man. Dan zijn we toch veel te... Het duurt allemaal veel te lang. Oké. Okay. Moeten nou ook die... We hebben die kraan ook nodig, daar, oh. Wacht even, ik rij wel met je mee. Als Jono tenminste niet erin zit, nee. Nou, want nu moet je naar de stielwerf. Ja. Om die bladen op te halen. En ik denk dat Jono onderweg is. Oh, die staat er al. Maar waar leggen die molens, die wieken dan? En de bladen dan. Oh, wacht even. Is nee, die liggen daar. Waar? Op de locatie zijn die. Stap maar weer in, Ben, of zit je nog? Ja, ik zit erin.
Die zit in de graan. Die wieken die worden daar afgeleverd. Kijk. Oh. Maar ja, ik moest die kraan toch verzetten. Oh, zegt het. Ja, maar. Oh ja, je moet eerst die kop pakken. Je moet hem overdwars zetten, zodat je het allereerste stond. Nee, ik kan hem hier laten staan zo. Dan sta ik gelijk goed voor de voorkant, want dat hadden we toen ook. Nee, maar nou zit je met die. Je moet eerst het middenstuk pakken en die staat nu, voor jou aangezien, achter de paal. Ja, maar ik zet hem hier in de hoek neer, de kraan. Dat bedoel ik. Ja. Dan kan ik over die wieken die bol pakken. Ja, zo zou je hem wel kunnen pakken. Maar Jono, dat filmpje kon ik niet zo goed zien, maar je had ook een foto geplaatst, toch? Nog meer. Moet nog een foto maken. Oh, er stond er hier eentje in. Met een aanhanger. Ja. En grijs, blauw. Ja, ja. Ach ja, ach nee. Waar gaat u naartoe, ze vragen me. Waar gaat u naartoe? Moet die kogel hebben, hè? Ja. Het centrale punt. Goedenavond, heren. Hoi, Bjorn. Mag ik een vraag stellen? Als we er antwoord op kunnen geven, wel. Ik had Uitdruk en P.O. Krijgt hij een update? Ja. En hij geeft nu in de melding aan API. Ja, dat... Daar schijnt Erik ook last van te hebben. En met singleplayer heb je er geen last van. Dat heb ik vanmorgen die update gewoon gedaan. Ja. Ja, je had geen backup gemaakt van je documenten Eurotruck. Want dan had je, als je dat gedaan had, ja dat is achteraf gelul natuurlijk. Dan had je die hele file weer terug kunnen zetten. Want wat er nu aan de hand is, weet ik ook niet, want ik heb het ook met Flight Simulator, die wordt niet meer herkend. Oh, raar. Ja, ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er zijn een heleboel mensen schijnen er last van te hebben en die zeggen allemaal Flight Simulator werkt niet meer, een programma van 120 euro. Oh. Okay. En dat ze ermee bezig zijn, dus dat is net weer zoiets, wat voor melding geeft die PSC? API RUS RETURND INFALPIL CONTACT. Ja. Maar het is allemaal in Engels. Ik ken er bijna geen Engels uitkomen. Nee. Kunnen we kijken wat je zegt als in vertaler. Ja, selecteer je alles even en dan ga je naar Google vertalen, ja. Oh. Ja, ik moet even mijn baas in de gaten houden met huis. Doe maar, jongen. Zit die kop er al op, ouwe? Nee, nog niet. Nog niet? Oh nee, dat doe je in zijn geheel. Oh, dat wordt wat. Nee, die middenstuk ligt al. Ja, maar ik bedoel, dan til je die bladen hier naartoe en dan moet die in zijn geheel moet die erop gehezen worden. Ja, maar dat komt wel goed. Ik dacht eerst die kop erop en dan per wiek. Maar dit is ook een beetje gezichtsbedrog, kijk. Hoe? Wacht even, wat... Wat zegt hij als je hem vertaald hebt? API Root to Main Onderhoud in Onderhoud. Oh, nou ja. Ik zit helemaal verkeerd. Dan zijn ze in Onderhoud. Jezus. Dan moet je het zo zien, nee, maar dan moet je het zo zien net als toen met de update.
dat Turkish MP niet meegegaan is en dat ze daar nu aan het werk zijn. Zo moet je het zien. Ja. Want dat hadden we toen met van 1,39 naar 1,40 ook. Toen deed Turkish MP het ook niet. Nee, dan moesten we een beta-versie doen. Ja. Maar je vond het een week al even meer genoeg. Dan ga je nog een koude erin en dan ga je een single player straks een ritje rijden. Ja toch? Wow. Net zo leuk. Ja. En ik ben bezig met maar de schijf om opzetten. Ja. Ik ben een 500 gina en een 4 terabyte. Zo. Oké. Ja. Dan ben je wel even bezig. Ja. Hij loopt, dus ik mag hem niet uitschakelen. Oh. Dus, maar hij komt straks op, nog in Discord, dus... Ja, is goed, jongen. Kijk u straks. Jeepa! We staan te springen. En weg is hij. Ja, loopt er niet een lekker wijf in de rond. Wat is hier Richard nou aan het doen? Richard, moet hem maar deze zetten, hè? Die gele, hè? Dacht ik al. Ja. Begrijp, die dingen zijn vlijmscherp. We hebben pas een collega verloren die zijn hoofd... Ja. Weet je nog, Bertus? Bertus. Ja, Bertus is niet meer. Dat is een fijne snuiter. Alleen ja, stak vaak zijn kop uit, hè? Ja. En ik rijd dat. Ja, dit vond ik maar een jongere kraan daar even moeten zoeken. Want met die oudjes, jongen, gaat het allemaal. Dit is zo snel. Maar ja, het kan ook niet te snel gaan. Ja, natuurlijk wel. Geld is money. Wij staan daar niks te doen, hè? Hier. Zou je hem hebben? Ja, ik sta met de steeksleutel erbij. Even kijken. Tik hier naar voren, Jaap. Kom maar, want ik heb hier een steeksleutel bij de hand. Zet ik even meteen vast, even de twee boutjes. Als Jorgen nou aan de andere kant staat, dan pakt ook twee boutjes. Dan kan hij er niet, of twee moertjes, kan hij er niet afvallen. Ja, tik hier naar rechts, Bas. Naar hey. Rechts. Hey. Ja, niks, hey. Ah, naar links. Ja, hij schoot uit mijn takel. Ja. Ja, kijk uit hè, mijn haar. Maar hij moet toch hier ergens komen? Ja, maar je... Nee, je moet hem op die rode doen volgens mij. Of niet? Nee, geel. Weet zeker? Ja, maar je staat er niet goed voor, pik. Je moet hem rechts omdraaien, die voet. Naar Jono toe. Zo ja. En nou naar voren en laten zakken. Ja. Ja, maar hij verdraait weer. Ja, maar dan heb ik hem niet hoog genoeg. Kijk. Nee, ik hield hem tegen met mijn lijf. Nou tik hier naar rechts, naar de andere kant, want je zit er vanaf. Nee, weer niet. Nee. Hoe gaat het dan? Daar zijn ze al... Daar zijn ze alle drie. Ga jij dan maar even in. Want ik... Is goed. Ik zal wel ernaast aan kijken, Bas. Ja, het is bloedheet hier in die kamer en... Ik was het al zat van het werk. Dan ben je niet meer helder. Nee. Dan krijg je dat. Ja. Maar ik vind het ook gek dat je twee rode en één gele ziet. En dan zou je toch zeggen van hij moet op die gele, ja. Ja. Maar dat deed hij net niet. Nee, maar je zet er niet goed voor. Volgens mij nog maar. Nou, dat kan. De vorige keer ging het zo soepel bij Richard. Ja. Maar toen was hij die dag vrij, hè. Dat is waar. Was hij ontspannen. Ja.
Dat is zo. Nou, nog een tikje naar voren, want ik sta erbij. Ik kijk ernaar. Ja, dat gaat goed. Ja. Oh, ja. Een boutje zit erin. Even aandraaien. Even inspectie. Kijk, ja, ik kijk even van deze kant, Ben. Ja, ja. Oh ja, 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 nee, keurig, ja. Volgende. Even kijken of hier nog waterpas loopt. Volgende, Jono. Wat jee. Ries, even hier komen kijken, loopt hij nog een beetje recht? Nou, ik ga even naar de waterkant, want ik heb het zo heet, ik ga het even zwemmen. Hé, hey, er zit een deuk in je... Ik ga even zwemmen, jongens. Kan dat? Heb je wat geraakt? Oh nee, kan niet. Hé, hey, er zit een hele slag in het in. Richard, wil je komen kijken? Waar zit je? Ik sta aan de waterkant, want daar heb ik even een mooi uitzicht zo, kijk. Ja, ik niet. Leuk voor de stream, een mooi plaatje. Is daar die vleugel te inspecteren? Maar is je krom als een hoer. Nou, lekker dan. Ja. Ja, je hebt hem toch laten vallen, denk ik. Nou ja, waar sta je nou aan de kant? Daar aan de waaier. Ja, ik ben net voor mijn sokken gereden hier. Toen lag die auto op zijn kant. Karateklap! Ja, bam! Zeg je dat? Hey. Ik kom op jou remmen met een karateklap. Tjaga! Kan je er niet in? Nee, jammer. Ik zeg Bas, ik sta achter je. Ik sta altijd, wat je doet, doe je. Ik sta altijd achter je. Echt. Daarna naast je. Dat we allemaal goed werk hebben. Als wij dat niet... Hè? Staat hier aan te doen, die kraan. Zie je wat doet die kabel op de hemel schijf? Zie je dat? Ja, ja. Oh, nou hangt hij recht. Nou, heb jij van de week nog gedoucht? Je raakt een beetje. Ja, ik ben al weg. Ik ga wel even zwemmen. Hier, 1, 2. Nee, dat kan niet. Je kan niet het water in. Nee, nou zeg. Nee, gelukkig die verzuip ook. Nee. Hé, hey, we kunnen wel even die wals op die trailer zetten. Welke wals? Nou, die hier staat nog. Oh ja. Dan zetten we op de trailer, hebben we wat te doen. Zet hem even recht hoor. Hallo? Zet hem even recht. Nou ja, dat zal ik wel achteruit erop moeten, want dat redt hij nooit met die wals. Een lullig draaicirkeltje, hoor. Vliegt eraf. Ja, dat zie ik. Ik zie dat. Maar dat komt alleen maar omdat die met de rotgang erop moet. Wilt u die kraan niet meer half op de weg zetten, meneer? Even kijken of die vuist wil. Wacht even hoor.
vast? Nee. Oh, wacht even, ik zit er weer in. Ja, zit vast. Ja, oké. Okay. Truc in. Kijk, kijk even, jongens. Daar gaat hij hoor, jongens. Even kijken, Ries, even kijken. Even kijken, een fotomomentje kan dat. Wat was het ook weer? F10? F12. Ja, even draaien. Oké, waar is mijn baas? Hallo baas. Waar is hij nou? Oh daar. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, goed zo. Ziet er goed uit. Moet ik zeggen. Oh, nou verdraai je spoor. Ja, wacht even. Want ik stond met de truck niet recht, namelijk. Oh. Platmeter staat er op die wals. Plat, met dubbel T. Platmaker. Draaien. Ja, hangt hij er al in? Bijna. Ja, dat op zijn as draaien, dat gaat niet snel hoor. Maar ja, we zijn bijna klaar met alles. Ja, oeh. Er staat nou in die paaltjes. Ja, ik zie het. Dan kun je ook met je achteraf sturen. Ja. Maar die kan terug, hè? Ik ga wel met je mee, want... Nou, Ries, kijk eens omhoog. Hé. Ja. Trek hem dan maar... kijk eens. Ja, mooi. Dit is onze tweede molen. Ja. Nou, ik ga met jou mee, Ries. Moeten we nou weer graven? De marked area. Ja. Oh ja, want dan moeten we nog graven en dan... Graven? Graven, een graanmachine bakken. Ja, wij brengen even deze naar de zaak. Zit ik er nou al in? Ja, volgens mij wel. Ja. Op naar de basis. Ja. Tjoep tjoep tjoedoe. Heb je al in de chat gekeken? Nee. Ik heb nieuwe emoties. Of nee, hoe noem je dat? Emoties. Ik noem het gewoon icoontjes. Icoontjes. Eigen gemaakte vliegtuigjes, trucjes. Ah ja. Hoe noemen ze? Ja, je hebt een ander woord voor commotion of nee? Ecomotion. Ja, eco. Hoe zeg je dat nou precies, Jonno? Emoties. Emoties. Ja, dan kun je het uitbeelden. Ja, ik heb vrachtwagentjes en vliegtuigjes. Wat leuk. Grappig, hè? Kan ik hem nou jatten ook voor jou? Nou, je kan hem gebruiken als je hem ontgrendelt. Ik weet niet precies waar die staat. Of kies je emotie. Ik moet wel heel precies graven. Ja, wat denk jij nou? Ja, dan moeten we het ook netjes afleveren. Ja, waarom? Wat moet die graven dan nog? Wat komen we dan nog naast? We moeten hier die brug over, hè? Kijk uit die auto! Ja. Poe man, wat zweetje. Ja, geen fietsers, kom maar. Ja. Oké. Ja, een gewichtje, ja. Dan moeten we hem de daar weer afhalen, zeker. Oh, ik kan hem er ook op laten staan, wat jij wil. Nou ja, kan ook. Ja. Dan halen we de volgende keer er wel af. Ja, maar dit is ook veel echter zo, hè? Ja. Met zo'n vals vervoeren. Ja, want dan ziet het toch wel, dit is een show, een zware vals. Wat heb je nog meer nodig van de werf?
achteraan. Nee, ja. Even rechts doorrijden, keren, zit er tussen die andere twee in. Ja. Oh, je hebt er nog een deeplayer staan hier in Joep. Oh, die moet je er meteen even aan. Oh, dat is die auto met die kraan. Ja, ja. Alleen die kraan die werkt niet. Nou, alarm. For concrete. Oh, nou, zie je wel. Wacht even hoor, ik heb die auto met die bukkel. Nou, heb je ook weer een kraan nodig. Maar die kraan is er toch nog? Nee, die staat alweer op de werf. Die kraan die heb ik ook. Slorfhoutje, zwaailampen branden nog. Ga je mee in de cementwagen? Ja. En eigenlijk ook weer die kupel. Maar ja, die kupel kan je niet zoals in het echt. Erachter hangen met een aanhangertje. Die kupel staat op een kleine vrachtwagentje. Voordat je met die erin gaat. Ja. Zie je niemand nog wat in. Wat heb je? Deze is nog 75% vol. Oh, en die kupel. Ja. Ik breng deze wel fijn. Ja. Ja, oh, ook goed. Dan rij jij met het autootje met die kupel erop. Dan gaan niet de kraan verplaatsen. Ja, dan hoeft die cementbak ook niet mee. Jawel. Nee, toch? Nee, niet. Ik heb hier cement in zitten. Je hebt nog in die kuip zitten. Ja, maar kun je daarbij komen dan? Om te storten? Nou, dan snap ik het even niet. Die betonmolen gaat er toe, Richard gaat met die kuip er naartoe. En ik ga er met de kraan naartoe. Of zien we het nou verkeerd? Oh, ik kan er niet, ik moet er... Ja, jij moet rijden. Ja. Maar wat moeten we hier doen in godsnaam, hè? Oh, staat met de hij op de pompwagen hier. Oh, jezus. Ja, dan heb je geen kraan nodig. Nou, dan moet die kraan weer terug, dan moet je met de cementwagen hier. Nee, je moet alleen met die cementwagen komen, Ries. Oh. Het een transformer from the steel. Jongen, wat een gezeur. Hij is nog niet klaar. Nou, ik ga naar de steel. Ik ga naar de stiel, want dan zal die ding opgetakeld moeten worden. Ik dacht dat we al bijna klaar waren. Ja. Oh, dan zitten die ook in de achterlijke overdracht. En waar staat die transformator? Ja, het is geen non-collision hier. Ja, zet hem maar in. Ja, Bas. Nou. Dus ik moet met die cement wagen? Nee. Hoeft niet? Ik weet niet of je dat kan. Ik ga het proberen. Nou, wat... Ik ga dat proberen of je bij jou erin kan zitten. Ja. Dat weet ik dus niet. Wat moesten we dan met cement doen hier? Nou, dat heb Jonne al gedaan. Oh. maar was dat met die pompauto? Ja. Oh, ik wacht wel even. Oh, er zat ook nog cement in. Nee, daar wacht ik wel eventjes. Oh, dat is dat transformhuisje en dan komt dat hekwerk eromheen, weet je nog? Ja, je kan die cementwagen kan je terugbrengen. Ja, geef niet. Weet je wat ik doe? Ik rij even naar die andere mars, dan kan je zien hoe het wordt. Want daar is het al klaar. Heb je een idee? Een idee?
Do you have an ID? Oh, gaat hij rijden? Nee, kijk, want er komt het hek eromheen. Zie je? Zo moet het worden. Ja. Dan heb je hier dat huisje staan. Daar. Ik zie naar de rechterkant van de vrachtwagen. Sorry? Ik moet meer naar de rechterkant van de vrachtwagen. Dus ik zie vooruit. Nog meer? Ja, nog iets. Je ziet dat hij nou... Tegen de voorkant, tegen de kabine, ja. Dus je moet ook ietsje naar de achterkant van de vrachtwagen. Ja. Dus je ziet het. Ja. Iets naar voren. Even draaien. Oh, de andere kant naar voren doen. Ja, perfect. Zet hem maar neer. Oh! Nou, domme. Verkeerde knop. Ja, komt wel goed, wacht maar. Ik heb ook, er staat ook wind, hè? Ja. Wat een wind. Jeepie neusje. Even kijken, staat hij zo binnen de auto? Ja, iets naar de achterkant toe. Wie zit nou op het voorschot? Oh, kan die dat niet hebben, hè? Nee, je zit op, je zat op het voorschot. Hij staat er niet goed op. Nee, ik zie het. Maar ik liet hem ook te vroeg los. Wat is het nou toch? Nou, wel goed. Ja. Perfect. Nou, dan gaan we dan. Ja, met ik camper. Ga... Inpakken. Lang naar de camper zo. Ja. Pootjes in. Nou, Ries, kom maar dan. Ja hoor. Ik wacht netjes op jullie en dan kunnen we het eindproject zien. Kijk, waar komt het in te staan? Daar. Achteraan. Ja. Doei, doei. Ik rijd 104. Zo. Dat is niet misselijk. Kijk hem maar lopen blaren. Ja, doen we niet. Ja. Ja, ja inderdaad. Het is een Ries. Het is een nieuwe auto. Niet doen! Ja, diep auto. Ah, hij stond nog vast, gelukkig. Ja, hij staat nog vast. Ik ga hem tekenen. Ah. Mooi huisje hoor. Hoppata! Oh. Goedemorgen. Ja, is het al morgen? Connection to the power grid should be set up in the same way. Very well then, I'll talk to the council immediately and inform them that another wind turbine has been completed. What? I'll just clean up here first and then we can move on to the next site. Now op zijn Russisch? Bruin! Bruin, niet een vriend, niet een gammeling, hoor. Krachtstroom. De krachtstroom is verbonden en die vent die zal de burgemeester bellen dat het allemaal klaar is. Ja, maar dan moet nog. Wij zullen het een beetje opruimen en dan... Je ramt die palen eruit. Maar dan moet er moet nog hekwerk omheen. Daar zijn we. Hey, hij is klaar.
Kijk maar. Nou. Ja hoor. Ja. Klasse man, weer één. Ja, nou jongens. Jongens, op naar de werf. Met z'n allen. Ik rijd er netjes heen hoor. Ja, ja wel. Zet de koffie maar vast klaar hoor. Ja, ik weet niet waar die koffie is. Dat zijn wel leuke projectjes zo. Even 2 uurtjes is leuk. Ja. Maar het is ook alweer 8:50. Ja, daarom. Tijd vliegt om zo. Zwaailamp uit, Jonno. Heel goed, jongen. Wat blijft die baas nou? Ja. Ja, ben onderweg. Ben onderweg. Hey. Kom er dan. Hey Ben. Ja. Je zit wel tegen mij. Wat is er? Wat is er? Ja, maar ik heb daar niet mee gereden. Hij zit vast hoor. Wat hier nou doen? Nou. Ha, hij doet niks. Bas. Wat is er? Bas, Richard, moet je nou kijken wat hij doet? Ja, ik zie het niet, want ik ben onderweg. Hij haalt die wals. Wij beslissen samen dat we hem zo neerzetten. En hij gaat die wals eraf rijden. Oh, nou ja, maakt niet uit. Ja, je durft niet te zeggen tegen hem. Je kan hem wel makkelijker verplaatsen dan. Ja, dat is wel lul. Want als je op die trailer staat, je hebt die wals nodig, moet je hem er eerst weer afhalen. Nee, je bent een beetje bang. Ik kom er al aan. Potverdorie, zijn ze helemaal besodemiet. Als je er ook niet bij bent, hè. Ja, dat bedoel ik. Nou jongens, ik ben er hoor. Hallo. Nou, kom achteruit met dat rare ding. Kijk hoe je het doet, Ries. Hij is een beetje dronken volgens mij, man. Ja. Wat een boef, hè. Ik ga elkaar stoten weer meteen, heb ik weer een blauwe teen. Maar we moeten Scani nou niet achter een aanhanger of zo. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is jammer dat die kraan niet werkt, hè, van het ding. Nee. Werkt die kraan niet? Jawel. Nou wel. Ja, dat is alleen bij de truck simulator niet, met die auto die ik had. Ah ja. Nou, dan moet je die aanhanger achterleggen. Deze. Want als je dan eens een keer bij de materialenboer een hoop moeten halen, deden Richard en ik ook altijd deze. En dan hadden we gewoon 3 opdrachten achter elkaar en er stonden 9 pallets in. Maar dat hebben we ook een keer. Nog een paar doen, houden we mee op voor vandaag. Nou, vind ik wel mooi zo. Ik hoef morgen niet vroeg op, maar... Ja, Richard wel, en die gaat om 10 uur alweer streamen. Ja, maar dat is niet vroeg op. Oh. Ja, hang er maar achter, dan hebben we mooie combinaties. En bij de materialenboeren, we hebben ook eens een keer op die blauwe dieplaaier een zootje pellets neergezet, weet je nog iets? Nou, dat ging ook hartstikke goed. Want als je een grote klus hebt, dan moet je wel een aantal keren naar... Ik vind het alleen zo jammer van die truck, dat je zo slecht naar buiten kijkt. Hè? Ja, juist ook. En geen spiegels hebt. Dat begrijp ik niet. Ja, kijk, je kan gewoon die kraan gebruiken. Ja. Zie je wel? Ja, en kom je dan ook helemaal achterin? Wel nog verder bij deze, denk ik. Dat is een vrij lange kraan, hoor. Ja. Ja, klaar zeg. Al die stangen schuift hij uit. Ja. Ja, ik kijk nou mee van bovenaf. Alleen vanuit een andere hoek. Je kan er nog voorbij, geloof ik. Ja, dan ga ik even kijken. Zie je wel, hij gaat er nog overheen. Ja, nu pas. Ja. Ja. Ja, en hou je hier al 2 meter eroverheen. Ja, kijk maar. Ja. Ja, geweldig toch. Mooi, hè? En klap, nee, ho. En klap hem eens helemaal zijwaarts als hij uitstaat.
weer uitschuiven dan. Naar links draaien of naar rechts, dat maakt me niet uit. Ik wil echt weten wat de spanwijd is dan. Ja. Dat is nog wel een harde stuk hoor. Ja, zie je? Zitten die drie tegels. Ja, dik, hoog eruit. Zo, even een eind. Ja. Ja. Kijk uit, iets hoger ophalen. Ja, heel goed. Ja. Nou, ik ben apetrunse vuur hoor. Mooi hè. Ja, materiaal ja. Hebben we wel hoor. Bergen maar op. Was dat Jan nou weer helemaal in surfie boven? Ja, ik heb geen sleutel voor de kantine, dus ik kan er niet in bij kantoor boven. Ik ga even naar de kraan kijken hier. Dat is een mooi ding hè. Daar hebben we nog geen één klus voor gehad. Nog geen klus. Heb jij er al mee gewerkt? Nee. Ja, je kan echt alle kanten op met dit ding. Dat is het voor moeigangbare plekken. Ja. 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 Hey, ben ik daar voor boos over doen? Ja. Kijk jij uit voor de stoplichten? Ja, natuurlijk. Ach, een stoplichten, daar gaat de boodschap in. Werd dat ik jou tegenhoud? Ja, Richard. Hey, ja. Zie je wel? Hey. Ja. Ik hou jou gewoon tegen, hè? Ik ben Superman. Nee, ik wil niet dat je weggaat. Achteruit met het ding. Zo ja. Helemaal betoeterd. Oh baas, wat moeten we nou met die man? Zwaailamp uit. Heel goed. Je moet ook alles in de gaten houden. Waar zit hij in die kraan? Ja, bovenop. Oh, daar ook. Ja, daar hebben we nog geen klus voor gehad. En welk haaknummer heb hij? Ook 3. Eens even kijken hoor. Oh nee. Jawel. Oh nee, dat is Richard. Maar dat is er geen haak. Het is jammer dat we niet... Het is zo jammer dat... Haak nummer 4. Oh, het is alleen zo jammer dat we niet zo'n graafmachine hebben. Met zo'n fallback noem ik het altijd maar. Weet je wel, die... Ik krijg toch geen nieuw materiaal erbij, dacht ik. Als je zover hebt gedaan en dat er nieuwe auto's bij komen. Ja. Nou leuk, hoe staat nou helemaal alleen hier? Oh, daar staat, wie staat daar? Oh, dat is de baas. Heb je een sleutel bij je? Ja. Ik kan even kantoor even bakkie doen. Wij, het is ook PD, hè? Hallo? PD? Ja, dan weet je niet wat het is, hè? Nou ben je zeker doof. PD. Ja, PD. Oftewel uitbetalen. Oh, uitbetalen. Ja, nee, maar dat wordt op de bank gezet, Benny. Waar is jou nou? We moeten altijd met z'n drieën afsluiten, hè? Die zitten in je kraan te klooien. Oh. Hey, Jono, we kappen erbij, hoor. Jono left the game. Oh, hij is al weg. Ja, ja sorry. Nou, dat maakt niet uit. Geeft niet. Hé, hey, jongens. We missen ons afscheid. Ja, we gaan afsluiten. En even springen nog. Wat zijn we heden blij. Ja, het is weer gelukt hoor. Joehoe. Zo is het. Hé, hey, bedankt jongens. Mensen, tot volgende week wat de Construction stream betreft. En voor straks wel trusten en morgen gezond weer op. Jij nou, Richard? 171 lol? Of is dat weer een ander? Dat weet ik niet. Chat. In de chat. Richard 171 lol? Ja. Nee joh. Dat ben ik. Dat vliegtuigje. Oh, heet dat zo? Dat heet Richard. Zo. Richard. Dat is mijn eigen spul wat ik heb laten maken. Dat kan niet gebruikt worden. Wel gebruikt worden in de chat, maar je kan er niet kopiëren of iets. Vandaar. Nou, staat die jongen helemaal alleen daar, hoor. Ben left ook de game. Nou, sta je hier in je uppie. Ja, ik sta hier alleen. Ik sta hier heel alleen, wat? Uit mijn neus te eten. Nou, mensen, de groetjes. En ik ben er morgenochtend, Ben.
Ja. Oh, nou dan. Hey, even niet gaan. Niet gaan. Als je gaat drukken solo, hè? Niet. Wil je. Anders... Oh, ik rijd. Ja? Je moet niet met Truckmaster gaan. Dus niet multiplayeren voorlopig. Nee, ik doe solo. Ja, want anders loopt het fout. Ja. En ik kreeg een tip. Dat heb ik al gedaan. Van je documenten, Eurotruck, die hele map. Ja. In documenten. Die even op een andere schijf te zetten. Oké. Okay. 14,7 giet. Ja. Als het dan ooit iets fout gaat, dan kan je zo die hele C-documenten Eurotrucks map weer terugzetten. Ja, oké. Okay. Nou, dat komt wel goed. Ja. Yes. Oké, mannen. Welterusten en bedankt, Ben. Ja, Jono ook. Ja, welterusten. Yo. Hey, tot de volgende keer, mannen. Ciao, ciao. Ja.